Hi, ik ben Mark Theeuwissen, ik ben makelaar en ik ben vooral geïnteresseerd in wat mensen gelukkig maakt op de plek waar ze wonen en hoe ze van hun huis ook een fijn thuis kunnen maken. In mijn werk als makelaar kom ik veel mensen tegen die worstelen met het vinden van een goede woonplek. Maar wat maakt nou dat je gelukkig bent op de plek waar je woont? Gevoed door mijn kennis en ervaring als makelaar, het bestuderen van veel boeken over geluk en omgevingspsychologie en het volgen van een gelukstudie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, hebben me geholpen om een model te ontwikkelen waarmee jij jouw woongeluk kunt meten. Het model is opgedeeld in 7 gebieden die allemaal invloed hebben op hoe fijn je ergens woont. Als eerst het huis. En dan gaat het niet alleen om de stenen, maar jouw beleving met die stenen. Wat doet het met jou als je je in je huis veilig en beschermd voelt of aan de andere kant steeds stoort aan dingen die kapot zijn in huis? Maar het gaat ook over de locatie, over de buurt, de straat en hoe verbonden je je daarmee voelt en welke herinneringen je daar hebt opgebouwd. En natuurlijk of je er makkelijk boodschappen kunt doen en je voorzieningen in je nabijheid hebt. En je tuin, je buitenruimte, je erf is niet alleen een plek om lekker buiten te zitten en te genieten van de natuur, maar heeft ook een functie als een buffer die ons afschermt zodat mensen niet meteen bij ons naar binnen kunnen kijken. En als jij je woonlasten niet kunt ophoesten, vaak je grootste maandelijkse kostenpost, dan is dat slopend voor je gemoedsrust en dus voor je geluksgevoel. En je huis moet ook een plek zijn waar je je thuis voelt. Helemaal aangepast aan jouw leven, omringd met spullen die voor jou belangrijk en waardevol zijn. En dan is jouw huis vaak ook een weerspiegeling van jouw eigen identiteit. En de 6e sleutel, elkaar, gaat over ons sociale netwerk. En als we iets de afgelopen periode wel geleerd hebben, is dat het hebben van fysieke afstand en weinig contact met elkaar, dat erg onnatuurlijk aanvoelt. Een goed netwerk om je heen hebben, vooral in je eigen woonomgeving, is een voorwaarde om ergens lekker te kunnen wonen. En als laatste moet je huis een plek zijn waar je al je dromen en je wensen kunt vervullen. Ik noem dat wel later, oftewel het hebben van woonperspectief. Dat kan gaan om het hebben van ruimte voor een babykamer of een extra werkplek, zodat je huis niet alleen past bij je leven nu, maar ook bij je leven over 5 jaar. Samen maken deze 7 letters het woord sleutel. En in mijn e-book Sleutel naar Woongeluk ga ik hier dieper op in. Wil jij nu weten hoe het met jouw woongeluk gesteld is? Doe dan de woongelukcheck op de website. Dan krijg je een goede eerste indruk op waar je goed scoort en op welke plekken jij nog kunt sleutelen om uiteindelijk te kunnen wonen op een plek waar jij je helemaal thuis voelt.